nu het geleerd dat er ook zoiets bestond als een dierenvoedselbank. Maar wat dat dan voor is, is dat dan voor dieren of voor baasjes van dieren die het hondenvoer bijvoorbeeld niet meer kunnen betalen? Reuze beneden. Twee bellen. De familie Fanchon of Fanchamps. Ik huur het. Hoi hoi. Hallo. Hoi hoi. Hoi hoi. Oh, dat is wel de goeie. Dat komt de camera ploeg. Ja, we hebben wel de goeie nou. Ja, daar hebben we wel de goeie te pakken. Potten is me geen ene keer veel blauw in beeld. kom, doe me een plezier en kom heel even hier stonden als je wilt. Ja, een klein stukje verder. Ja, ik heb sloepen aan, jongen. Klein stukje verder nog. Ja, en dan? Meer blauw op straat. Ah ja, meer blauw op straat, ja, dat is goed. Nou, kunt je wel een stapje terug doen. Yes. Met wie heb ik het genoegen? Met Helene. Helene Fanchon? Ja. Wat een prachtige naam. Ja, dank je. Fanchon. En dan ook nog Helene. Ja, dubbel Frans, hè. Ja. Boah. nou ja, geluk met de naam, maar dan woens wel op nummer 13. Ja, nou, dat mag niks doen. Nee? Dat mag, nee, ik heb geen, ben niet bijgelovig. Dus, daar is ook niet veel pech gehad in die leven? Nee. We hebben alleen maar water gestangen vorig jaar. Maar ja, goed, dat, ook dat is weer hoe ver kwam het water? Tot het witte randje. 40 centimeter binnen. Ja. En hoe lang hebben ze er nog de Noorwegen van gehad? Vorige week hebben we het laatste opgeknapt. Dus, nee! Ja, de laatste lampen opgehangen en dingen en zo. Ja. En dan zijn jullie die zijn nog steeds niet klaar. Dus dat, En als het nou weer zou komen dan? Ja. Als het zo goed loopt, loopt het weer over. Ik heb er weer opnieuw beginnen. Dus, Maar is er er niet van wakker gelegen? Nee, ja goed, was het toch weer, dan moest het opknappen, dan moest het weer, hè? Dus dat... Even iets anders, Helene. Want, nou ja, wie zoeken dat uit de kaston? Ja. En wie zei je tegen elkaar? Een dierenvoedselbank? Ja. Nu het geweten dat het bestond? Ja, ik bestond al bijna 9 jaar, hoewel bijna 6 jaar als een stichting al, dus... Ik was een van de eerste in Nederland. Ik geloof dat er 3 waren wie ik begonnen ben. Ja. Maar waarom een dierenvoedselbank? Omdat ik toentertijd, ik koos het fenomeen voedselbank. Ja, ik sprak wel vaker met Louis. En toen trof me een verhaal van een mevrouw die hij een hondje en dan houdt ze geen geld om eten te kopen en dan doet ze dat met de pot met eten en dan kroeg dat hondje natuurlijk, ja dat is niet zo goed hè, dat wordt dan krank of kreeg diarree en dan ja. Bijvoorbeeld te veel zout of zo? Of gewoon ja, gewoon toch dingen eten wat niet zo goed is voor een hond en dan houdt ze natuurlijk ook geen geld om de dierenarts te betalen, weet je, en dan moest ze natuurlijk toch weer, dus toen hij zegt van ja. Voor Lui wordt toen al van alles wat geregeld wordt in Nederland. Hè? Dus voedselbank, kledingbank, speelgoedbank, voor kinderen die jurk worden. Maar voor de dieren wordt eigenlijk niks. En zo ben ik met de dierenvoedselbank begonnen. Goh. Dus de enige in... Nee, inmiddels... Limburg, Nee. Inmiddels is er nog de zoot in Noord-Limburg, in de buurt van Weert... Dat was een collega, die had me toen geholpen met het informatie, maar... En toen zat er nog ergens in Amsterdam en nog ergens in. Dat waren de enige drie en dat waren de enige maar drie... Maar dat was de eerste wel. In Limburg was ik de eerste, ja. Hey, en als ik nou naar de auto kijk, dan stond het 500 veer op. Heb ze nog 403 andere wagens rijden? Nee, de auto die is in Bruikleen, die is door Dierenlot is die, aan ons stichting is die, ter beschikking gesteld. Ah, dus, okay. We zijn sinds 2-3 jaar nu ook bij Dierenlot aangesloten. Dus erkend beneficiant van Dierenlot. Dat zien die hele lange reclamespotjes ja. op de televisie ja. altijd, ja. hè? Ja, die, ja. Ja. Ik vind ze wel een beetje over de top qua zieligheid.
Ja, er moest natuurlijk wel de lui pakken natuurlijk. Ja. Ja, dus, ellende scoort. Hè? Dus, daar haalt ja, een goed meer... verhaal scoort ook. Dus, Maar ik moet wel zeggen dat ik al op meerdere plaatsen heb gehuurd. Er was ook in Nieuwbergen, daar zien we ook eens alles geweest. Die hebben een vogelopvang. Ja. En daar hebben we dus ook onderkomens gezien. Nee, splinternieuwe onderkomens. Mm-hmm. En die hadden ze dan ook ondersteund. Mm-hmm. En maar die kwamen later ook nog even kijken van wie het geworden was, die mensen. Wat er met het geld gebeurd was. Ja, omdat ze natuurlijk wat stoer aan dingen aanvroeg voor haar opvang te doen. Kijk, vier doen alleen maar uitgiften van voer voor nu, ja. Want dat is nou mijn volgende vraag. Wie komt zich aan die... aan mijn voorraad? Ja. Ja. Allemaal giften, donaties. En we kunnen bij Dierenlot kunnen we ook aanvraag doen wanneer het voer op is. Maar grotendeels is dat... naamsbekendheid opbouwen en dan bij dierenspeciaalzaken, dingen die uit het assortiment gaan, breukzakken, wat over datum is. Ja, en dan van de particuliere lui die bijvoorbeeld voor hebben gekocht, wat de hond of de kat niet eet, wanneer het weer overleden is. Maar raakt een hond dan niet, net zoals dat uit de pot mij eet, ook weer aan de dieren, omdat het voer over de datum is? Nee, want, het voer over de datum, ja, dan moet een THT-datum opstaan natuurlijk. Het enige wat dan achteruit gaat, dat is de vitamine dingen. Op een gegeven moment gaat dat in het voer, gaat achteruit. Maar dat kan zeker nog door een jaar nog kan dat nog gegeven worden. Maar veel maken ook, als veel de zakken klaar maken voor de lui, herverpakken alles. Dus we hebben alle voer hebben we in handen en dan is het een kwestie van ja, ogen en neus gebruiken. Hè. Juist, dus, en gezond verstand. Ja, ook. En, ja. Maar de lui moeten dus geen hondenvoer doneren, de mos... gewoon harde euro's hebben eigenlijk. Nee. De ding is ook donaties in met voer is ook prima. Ja, dat komt juist te laat, want ik heb hem uitgeruimd. Ik ga hem vanmorgen knettervol leggen, want we hebben een actie gehad om in te zamelen voor de Oekraïne. Daar hebben we dus ook nu als steentje aan. Er zijn dus nu, de vierde vracht is nu die gaat nu via een transporteur naar Oekraïne. Hondenvoer voor de Oekraïne. Serieus? Ja, zeker. Ja. Wat cool. Want daar hebben ze ook niks. Hè. Dus we hebben één vracht tot in Oekraïne zelf gekregen. En die andere drie zijn tot aan de Poolse grens, hoe de lui de grens overkomen. En, want als ze dan als gezin moest vluchten, dan neemt ze natuurlijk wel de hond mee. Ja, dat hoopt ze dan wel. Ja. Dus, maar er zijn ook natuurlijk lui die dat niet kennen. Of ja, er zijn ook asiels. En de winkels zijn leeg. De banken zijn de accounts zijn bevroren. Dus de lui komen niet aan hun geld en zo. Dat moet natuurlijk ook aan... Hoe weten mensen dicht te vinden? Of is het eerder andersom dicht wat de mensen te vinden? Nee, we hebben een website, we hebben een Facebookpagina. En we zijn toen nog niet begonnen gewoon om met de voedselbank contact te zoeken. Okay. We gaan flyeren aan bewindvoerders, budgetbeheerders. Ja, goed, tegenwoordig weten ze ons allemaal te vinden. Ja. Dus, lui die... nou, misschien zul je denken van ja, maar als er geen geld is, dan moet ze ook geen hoesdier pakken. Ja, dat verhoor hoor ik vaker. Nou, we hebben... Daarom stel ik de vraag op. Ja, tuurlijk, ja. Ja, we hebben in eerste instantie hebben we gezegd van kijk, we hebben natuurlijk een reglement. Lui die ze bij ons inschrijven, het is niet de bedoeling dat ze nog dieren gaan aanschaffen. Het moet ook leefbaar blijven voor de lui. Ze geven voor maximaal 4 huisdieren, geven voor een pakket met. Dus mensen doen 10 dieren als ja, dan krijg je maar voor 4 dieren, krijg je een pakket. Want je moet natuurlijk ook zelf voor zichzelf zorgen en anders kan ze niet voor die dieren zorgen. Maar heel veel lui die komen in problemen nadat ze die dieren hebben aangeschaft. Lijkt maar als een scheiding en moet een huis voor gedwongen verkopen. Ja. Blijf maar met een resthypotheek zitten. Een bedrijf wat failliet gaat of de kop gaat. Maar ik durfde dicht die vroeg rustig te stellen. Omdat ik eigenlijk wel het vermoeden had dat Stichter een goede antwoord op zit. Ja, zeker. Dat hebben we wel afgetimmerd, dat soort zaken. Daar is het een aantal keren al gebruikt, het woordje we. Ja. Wie is dan we? Ja, ik doe dit niet alleen. Ik heb een bestuur. We hebben een secretaris, voorzitter, penningmeester, een dagelijks bestuur. En dan een groep vrijwilligers die met helpen
met het ophalen van donatie, het klaarmaken van de hoeveelheid, het voer afwegen en de uitgifte. Dus, Is dit een fulltime? Nee. Nee? Nee, ik stond voor de klas. Ik werk 3 dagen als juf op een basisschool. En die andere 2 dagen, dus dan ben ik, ja, ik ben er wel 10 tot 15 uur per week mee bezig. En dat is volledig allemaal op vrijwillige basis, dus het is niet betaald. Wat cool. Dus dat, en dat ben je nou in uniform, dus de beste. Ja, ik ben vanmorgen ben ik bio's inlooppunt en hoe voor de opslag hebben ben ik geweest. Ja, want er kunnen jullie dus ook inlopen die informatie willen, of die zich willen inschrijven, of die het willen komen doneren. En dan, dan stonden we ze door te woord en dan vangen we ze door op. Als ze zus moeten kiezen tussen dierenvoedselbank en juf zien. Ja, dat is niet tussen te kiezen. Nee.